Het is al sinds begin der tijden zo. Er zijn volgelingen en zij die de weg wijzen. Zoals deze pionier van de pick-up truck. Isuzu bouwt ze sinds 1963. In bijna zes decennia heeft de oudste Japanse fabrikant er bijna 30 miljoen stuks van verkocht over heel de wereld. Een ervaring die de bestseller ten goede komt. De D-Max. Het verkennen, ontginnen van land, het veroveren van nieuwe gebieden, dat is de roeping van een pick-up truck. En dat geldt vooral voor de D-Max. Met zijn gloednieuwe generatie blijft het model toonaangevend. Pick-up. Van het Engelse to pick-up. Ophalen, meenemen. De pick-up is gekend voor het zware werk. Maar is vandaag ook populair bij gezinnen voor fun en vrije tijd. En daarom moet de pick-up evolueren. En dat hebben ze bij Isuzu goed begrepen. Het nuttige met het aangename combineren zou de filosofie van de nieuwe D-Max en zijn ontwerpers kunnen zijn. Trouw aan de codes van het segment lijkt deze nieuwe versie robuuster, maar ook prettiger voor het oog. Ook meer premium, zoals de D-Max V-Cross, een nieuwe luxe versie die direct concurreert met grote SUV's. Verhoogde motorkap en zijkanten, ingekorte voorovergang, gapende grillen, herontworpen lampen en een nieuw kleurenpalet. De nieuwe D-Max heeft nieuwe ambities, dat is zeker. Agressief, imposant, zelfs ronduit intimiderend. Het design is ook harmonieuzer en evenwichtiger. Deze balans is te vinden op de weg, met een verlengde wielbasis die een betere stabiliteit bij hoge snelheden garandeert, maar ook met herwerkte grondverbindingen. En hij rijdt veel strakker dankzij de robuustheid van zijn chassisbalk. Het was al een van de sterke punten van het model, maar de ingenieurs hebben het nog meer weten te versterken. Tegelijkertijd is de carrosserie met 20% verstijfd en tegelijkertijd lichter geworden. Dat weerhoudt deze D-Max er niet van om tot 3,5 ton te slepen en meer dan 1 ton te laden. Ideaal dus voor professionals, maar ook goed nieuws voor caravaanliefhebbers, booteigenaars en zelfs vrienden met paarden. Om te voldoen aan zijn nieuwe toepassingen, werk, vrije tijd, familie, wil de nieuwe Isuzu D-Max ook aangenamer, comfortabeler. De stuurbekrachtiging is nu elektrisch en dat geeft een beter gevoel. En het kleinere stuurwiel voelt ook minder utilitair aan. Voor de Belgische versie staat het stuur uiteraard aan de linkerkant. Het rempedaal geeft een natuurlijk gevoel dankzij aangepaste remschijven en een aangepaste remservo. De transmissies zijn ook aangepast. De handgeschakelde versnellingsbak is prettiger te hanteren terwijl de automatische eenheid een groter reactievermogen biedt. Aan boord komt het comfort ook voort uit volledig vernieuwde stoelen, nieuwe bekleding, meer en meer ergonomische aanpassingen, standaard lendensteun en een nieuw ontworpen zitting zijn allemaal ontworpen om vermoeidheid over lange afstanden en verwondingen bij ongeval te voorkomen. Ze hebben ook werk gemaakt van nieuwe technologieën aan boord, die niets meer te benijden hebben in vergelijking met een luxe berline of SUV. Hands-free toegang, verlichting en automatische ruitenwissers. Een uniek infotainment met 9-inch touchscreen in zijn segment. Apple CarPlay en Android Auto compatibiliteit, LED-verlichting, dualzone klimaatregeling, parkeerhulp. Al deze verfijningen zijn standaard of optioneel, afhankelijk van het afwerkingsniveau. Qua afwerking is de vooruitgang het duidelijkst, waarbij het meest voor de hand liggende niet of nauwelijks wordt gehoord. En dan heb ik het over de geluidsisolatie. In de cabine van de nieuwe D-Max zijn bestuurder en passagiers goed geïsoleerd van mechanisch geluid. De trillingen die kenmerkend zijn voor dit type voertuig worden hier grotendeels gedempt. En op mechanisch vlak is hij natuurlijk heel straf. Isuzu is de koning van de diesel. Het is de grootste fabrikant van industriële motoren ter wereld. En die expertise, dat voel je. 164 pk, 360 Newtonmeter. Dit zijn de waarden van de 1.9 diesel die door Isuzu is ontwikkeld. Daarmee is Isuzu een trendsetter in de downsizing van de motor, maar die een verbazingwekkende efficiëntie mogelijk maakt. In zijn laatste ontwikkeling voldoet deze diesel aan de al zeer strenge Euro 6 D-norm, die pas volgend jaar van kracht wordt. Daarom is hij ook verkozen tot de schoonste pick-up in zijn categorie, waardoor hij ook langer in de steden zal kunnen blijven rijden. In zijn nieuwe versie is het ook een van de veiligste, met name dankzij een primeur in het segment. Een achtste airbag tussen de voorstoelen.
Als eerste in zijn categorie de zeer zware crashtest van de Euro NCAP versie 2020 zal doorstaan, biedt het standaard een zeer compleet veiligheidsarsenaal. Hill Start Assist, Hill Descent Control, Lane Departure Warning en Front Forward Collision Warning. De Double Cap en de Extended Cap versies voegen, luister goed, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, Parking Aid System en Emergency Lane Keeping toe. Dit laatste apparaat is standaard op alle automatische D-MAX-modellen, die ook profiteren van Adaptive Cruise Control. Indien men deze nieuwe generatie pick-up zou moeten omschrijven in 4 statements... Het beste in comfort. Met zijn vernieuwde zetels, hertekend dashboard en 9-inch infotainment touchscreen. Het beste in duurzaamheid en wegligging. Met zijn versterkt chassis, additionele dwarsliggers en vernieuwde veringen. Het beste in veiligheid. Met zijn ADAS rijhulpsystemen en 8 airbags. Het beste in uitstoot. Met zijn Euro 6D full emissienormen, die trouwens vanaf 2021 verplicht zullen zijn. Met andere woorden, een sterk model in zijn segment. Of dien ik te zeggen, het beste in zijn segment?